de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Genade zij u allen en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Mijn dierbare vrienden, vreugde voert ons naar dit huis. Dat huis dat alle sporen der mensen draagt. Het huis waarin ook God zich laat vinden. Ik heet u allen van ganser harte welkom. Allereerst u, mevrouw. Het is voor ons allen een grote eer dat u eraan gehouden hebt hier aanwezig te zijn. We zijn er u, koning Albert en de hele koninklijke familie bijzonder dankbaar voor. Ik groet de eerste voorzitter van het Hof van Beroep. Heer en mevrouw minister van Staat, meneer de minister, eerste gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen, meneer de burgemeester en mevrouw de Schepen. Bienvenue aussi au gouverneur de la province de Luxembourg. Aan de eregouverneurs en de eregedeputeerden, aan de rector en de ererector van de KU Leuven en van de U Gent. Ik verwelkom bijzonder ook vandaag de apostolische nuncius hier in ons midden en mijn confraters de bisschoppen. Et tous les évêques qui sont venus de loin, des Pays-Bas, de la France, l'archevêque de Lille et même des États-Unis. Ik groet de abten en de abdissen. Bienvenue à tous ceux et celles qui sont venus de loin et particulièrement à la communauté de l'abbaye d'Orval. Nous sommes très heureux de vous voir parmi nous aujourd'hui. Et j'imagine que les sentiments sont partagés. Hartelijk welkom ook aan de metropoliet aartsbisschop van het Ecumenisch Patriarchaat, aan de vertegenwoordigers van de oud-katholieke, anglicaanse en protestantse kerk. Bijzonder welkom aan de vertegenwoordiger van de voorzitter van het Centraal Israëlitisch Consistorie, als vertegenwoordiger ook van de Joodse gemeenschap in ons land. Aan de vicevoorzitter ook van de moslim-executieve en aan de vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap. We zijn u allen zeer dankbaar dat u bij ons wilt zijn. Welkom, vrienden, aan u allen. Vele jaren lang heeft onze broeder Lode als monnik geleefd in de abdij van Orval. 12 jaar was hij er abt. We zullen hem nu omringen met al onze genegenheid en met ons aller gebed. Niemand van ons is volmaakt. Niemand mag zich boven de anderen verheffen. Wij moeten altijd rekenen op elkanders barmhartigheid en op de barmhartigheid van de Heer zelf. Daarom bidden we de liturgie nu en beginnen we de liturgie met het Kyriëgezang, een gebed om ontferming.
zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden naar het eeuwig leven. Gloria in excelsis Deo. Laten wij bidden. Heer, gij hebt uw dienaar Lode tot herder van uw kerk aangesteld in opvolging van de apostelen. We vragen u, schenk hem de geest van raad en sterkte, de geest van verstand en godsvrucht, om het hem toevertrouwde volk met toewijding te leiden en bij te dragen tot de opbouw van uw kerk, die geroepen is als teken van uw liefde voor deze wereld. We vragen het u door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, in de eeuwen der eeuwen. Uit het boek Leviticus. De Heer sprak tot Mozes. Zeg tot heel de gemeenschap van de Israëlieten, wees heilig, want ik, de Heer uw God, ben heilig. Wees niet haatdragend tegen uw broeder. Wijs elkaar terecht, dan maakt ge u niet schuldig aan de zonde van een ander. Neem geen wraak op een volksgenoot en koester geen wrok tegen hem. Bemin uw naaste als uzelf. Ik ben de Heer. Woord van de Heer. Wij danken God. Bless
leert mijn ziel de Heer. Zijn heilige naam uit het diepst van uw wezen. Verheerlijk mijn ziel de Heer. Vergeet zijn weldaden niet. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten. Want de tempel van God is heilig en die tempel zijt gij. Laat niemand zichzelf iets wijs maken. Als iemand onder u wijs meent te zijn, wijs namelijk volgens de normen van deze tijd die voorbij gaat, dan moet hij dwaas worden om de ware wijsheid te leren. De wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God. Er staat immers geschreven, hij vangt de wijze in hun eigen sluwheid. En elders, de Heer kent de gedachten van de wijze. Hij weet hoe waardeloos ze zijn. Laat daarom niemand zijn heil zoeken bij mensen. Want alles is het uwe. Of het nu Paulus is, of Apollos, of Kefas, wereld, leven of dood, heden of toekomst, alles is van u. Maar gij zijt van Christus. En Christus is van God. Woord van de Heer. Wij danken God.
Heer zal bij u zijn. De Heer zal bij u zijn. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Lof zij u, Christus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Gij hebt gehoord dat er gezegd is, oog om oog, tand om tand. Maar ik zeg u geen weerstand te bieden aan het onrecht. Maar als iemand u op de rechterwang slaat, keer hem dan ook de andere toe. Als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleed afnemen, laat hem dan ook het bovenkleed. En als iemand u vordert 1 mijl met hem te gaan, ga er dan 2 met hem. Geef aan wie vraagt. En wend u niet af als iemand van u lenen wil. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste beminnen en uw vijanden haten. Maar ik zeg u, bemint uw vijanden en bid voor wie u vervolgen. Opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel, die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden, en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als ge bemint wie u beminnen, wat voor recht op loon hebt gij dan? Doen de tollenaars niet hetzelfde? En als gij alleen uw broeders groet, wat voor buitengewoons doet gij dan? Doen de heidenen dat ook niet? Wees dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. Dierbare vrienden, het evangelie dat we daarnet hebben gehoord, komt uit de bergrede. En in die bergrede verwoordt Jezus zijn diepste bedoeling met het evangelie. Hij brengt geen nieuwe wet. Het is Gods woord van oudsher. Maar in zijn mond klinkt het zo verrassend en zo nieuw. En in het hart van die bergrede staan de woorden die we pas hoorden. Men heeft je gezegd, zegt Jezus, je zult je broeder lief hebben en je vijand haten. Maar ik zeg je, bemin je vijand en bid voor wie je vervolgt.
Het klinkt uitdagend. Beetje vreemd ook. Een beetje dwaas zelfs. Zoals we het hoorden bij Paulus, die ons zei daar straks, dat men soms wel wat dwaas moet zijn om de ware wijsheid te vinden. Je vijand liefhebben. Bedoeld is natuurlijk niet de affectieve liefde. In die zin kun je niet alle mensen liefhebben. En al zeker niet je vijand. Maar als iemand je onrecht heeft gedaan, je vijand is geworden, of wanneer je bedreigd voelt, omdat die mens anders is, of van elders komt, en je rust en je zekerheid verstoort, en die andere mens is in nood, wat moet je dan doen? Je buikgevoel volgen? Dat is het wat Jezus wil zeggen. Ook die mens, ook al is hij je vijand, ook al tast hij je zekerheid aan en wantrouw je hem, hij is je lotgenoot, je broeder of je zuster, een medemens. En je zult hem helpen. In die zin dus, liefhebben. En het gebod geldt van oudsher. We hoorden het al uit het boek Leviticus. Wees niet haagdragend, staat er daar. Woorden van meer dan 2500 jaar lang. Wees niet haatdragend, maar bemin je medemens als jezelf. Dierbare Lode, je had spontaan op je bisschopswijding graag het evangelie gekozen dat voorzien is voor je patroon, de heilige Lodewijk. Maar je hebt niet moeten kiezen, want bij wonderlijk toeval is het juist deze lezing die de liturgie deze zondag voor ons voorschrijft. En het is niet zomaar lukraak een passage uit het evangelie. Het is het hoogtepunt van de bergrede. Het is een hartekreet van Jezus. Nergens elders wordt zo uitdagend en zo radicaal verwoord wat Jezus' diepste bedoeling is geweest. Je hebt het nog zelf gezegd in een interview, ik heb het nagelezen. Het is de kern van het christendom, maar tevens ook de meest bedreigde boodschap in onze samenleving vandaag. Hoe meer je God zoekt en hoe authentieker die zoektocht is, hoe groter ook het mededogen wordt voor je medemens, hoe groter de barmhartigheid, hoe groter de vriendschap, hoe groter de solidariteit. Meer dan 40 jaar heb je dat leven geleid in Orval, in de abdij, met je medebroeders. Een leven van zoeken naar God. Ik zeg het wel, zoeken naar God. En hem leren liefhebben met heel je hart. Zoals Bernardus van Clairvaux er zo wondermooi over geschreven heeft. Een teruggetrokken leven, dat is waar. Maar niet teruggeplooid op jezelf. Een leven in gemeenschap, in lief en leed, samen met je medebroeders, die er vandaag ook zijn en die je zo dierbaar zijn geworden. En de velen ook, voor wie Orval en de abdij zoveel is gaan betekenen. In heel ons land. Velen waren verrast, weliswaar blij verrast, maar toch verrast, toen ze vernamen dat paus Franciscus een monnik benoemd had tot bisschop van dit bisdom. Toch is dat een oude traditie in de kerk, om het bisschopsambt toe te vertrouwen aan een monnik. Bernardus zelf heeft aan sommige abten gevraagd het niet te weigeren.
En al zeker niet als de paus het vroeg. Om juist wat ze door een leven van stilte en gebed van Christus hadden ontvangen, om dat nu met anderen te delen, als herder in de kerk. U weet het, wij zijn geëvolueerd naar een seculiere en multireligieuze samenleving. Het is voor ons als kerk een grote uitdaging, een boeiende uitdaging. We nemen afscheid van een verleden en bouwen aan een toekomst die we niet helemaal in handen hebben. Er ontstaat dan ook onzekerheid, met het gevaar ook van ontmoediging. We proberen een antwoord te bieden door structuurhervormingen, maar we weten wel dat, hoe noodzakelijk ook, dat niet het antwoord is. De vraag is niet wat er nog te redden valt en hoe wij de situatie meester blijven. De vraag is wel wat het evangelie voor mensen vandaag te betekenen heeft. Of het geloof bron van vreugde en levenszin kan zijn. En hoe het licht kan werpen ook op de grote uitdagingen van onze tijd. Hoe het bron kan zijn van ware menselijkheid en solidariteit. Het is de vraag naar wat wij als kerk betekenen in zo'n veranderde samenleving. En dan heb je vooral nood aan bezieling en inspiratie. Bezieling die niet altijd direct oplossingen biedt of antwoord geeft op al de vragen. Oplossingen zult ook gij niet altijd kunnen bieden, denk ik. Maar wel bezieling. Bezieling die opnieuw hoop en vertrouwen geeft en vreugde. Daaraan hebben wij nood vandaag. Wij christenen, maar vele mensen in onze samenleving. Nood aan mensen en herders die dat vertrouwen uitstralen en die bezieling brengen. Bezieling die vreugde en hoop wekt. De vreugde van het evangelie, het was de eerste exhortatie van Paus Franciscus. De vreugde ook van Gods Heilige Geest. In de vreugde van de Geest. Het is uw abtsleuze en het wordt vandaag uw bisschopsleuze. U weet het, bij het ambt van bisschop horen ook veel bestuurlijke en administratieve taken. Zelfs Augustinus klaagde erover in zijn tijd. Maar het schrikt je niet af. Je bent een monnik al het grootste deel van je leven. Je moet nu wel voor enkele jaren de abdij verlaten. En dat doet pijn. Dat heb je ook gezegd. Maar je weet waarvoor. En je weet vooral voor wie. Toch vraag ik u, behoud altijd de ziel van een monnik. Want dat zal ons allen, uw bisdom nu, de kerk in ons land, en ook uw confraters de bisschoppen, in zoveel opzichten, zo ten goede komen. Je bent een open iemand, een vrij iemand. Je komt van elders, niet uit de vertrouwde klericale middens. Het geeft je juist nieuwe ogen, om te zien waar het voor ons vandaag op aankomt. Opdat we geen kerk zouden zijn die alleen maar met zichzelf bezig is, in haar eigen structuren, maar open en gastvrij voor elke mens die zoekt naar wat het leven schoon en zinvol maakt en de moeite waard maakt om geleefd te worden. Een kerk die geen muren bouwt, waarachter ze zich terugtrekt, maar meevoelt in alle menselijke nood en solidair is met allen, van welke overtuiging of herkomst ook, en die ijveren voor een meer rechtvaardige
en menselijke samenleving. In de tweede lezing hoorden wij woorden van Paulus uit de brief aan de Korintiërs. Zusters en broeders, schrijft hij, weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de geest van God in u woont? Dat is nu ons aller gebed, met zoveel als we hier zijn. Dat die geest, door het wijdingssacrament die je straks zult ontvangen, ten volle van u bezit mag nemen. Dat die geest in u mag wonen. En dat u die bezieling en die vreugde van de geest mag delen met allen voor wie nu herder en bisschop zult worden. Amen. Oh, Lord, have mercy.
meneer de kardinaal, onze kerkgemeenschap verzoekt u priester Lode van Hekke tot bisschop te wijden. Hebt u daartoe een opdracht gekregen van onze paus Franciscus? Ja, inderdaad. Mag ik u dan vragen die voor te lezen? Franciscus, dienaar van Gods dienaren, groet zijn geliefde zoon Lode van Hekke, priester van de orde van Cito van de strikte observantie en tot op heden abt van de abdij van Orval, nu benoemd tot bisschop van Gent. Hij zendt hem zijn apostolische zegen. Het is onze belangrijkste opdracht de genade verbonden aan de boodschap van Christus meer en meer ingang te doen vinden. Hij kwam tot ons in de wereld als een echte bewerker van de aarde, maar met geen enkel ander werktuig dan zijn kruis. Met grote toewijding droeg hij zorg voor al wie eenzaam en verlaten waren en verzamelde zo voor God, zijn Vader, diegenen die hem het meeste na aan het hart lagen. Als christenen zijn wij allen geroepen om dit voorbeeld met zorgzame liefde na te volgen en om als ranken verbonden aan de stam rijke vruchten voor te brengen. Wij hebben, rekening houdend met onze pastorale opdracht vol vaderlijke liefde, aandacht geschonken aan de spirituele nood van het bisdom Gent, dat nu zonder leiding is, gezien onze eerbiedwaardige broeder, bisschop Luc van Looy, zijn heilig ambt omwille van de bereikte leeftijdsgrens heeft neergelegd. Jullie wachten daardoor op een nieuwe herder die het leven in het bisdom verder in goede banen kan leiden. Om die reden, waarde broeder Lode, dachten wij aan u, omdat wij van oordeel zijn dat u over de vereiste menselijke en priesterlijke vaardigheden beschikt, verrijkt nog met christelijke liefde. Met Sint Bernardus zeg ik dat die liefde steeds opnieuw kan putten uit haar bron en oorsprong, om zo verder te vloeien en vruchtbaarheid te schenken aan heel de schepping. Wij zijn ervan overtuigd dat u geschikt bent voor deze pastorale opdracht. Daarom hebben wij besloten, na advies te hebben ingewonnen van de congregatie voor de bisschoppen en steunend op onze apostolische bevoegdheid, u te benoemen tot bisschop van Gent met de rechten en de plichten daaraan verbonden. U kan de wijding tot bisschop overal ontvangen, ook buiten Rome, uit de handen van een katholiek bisschop. Voorwaarde daarbij is dat dit geschiedt volgens de liturgische richtlijnen, dat u de geloofsbelijdenis aflegt en de eed van trouw aan ons en onze opvolgers conform de bepalingen van het kerkelijk recht. Wij vragen dat u de priesters, de diakens en alle gelovigen van de kerkgemeenschap in het bisdom Gent op de hoogte brengt van deze benoeming. Wij willen hen allen bemoedigen. Wees voor hen een herder, een vader en een leraar. Dierbare zoon, mogen de gelovigen van het bisdom Gent door uw gebed en uw pastorale toewijding groeien in geloof en de rijke vruchten oogsten van Gods barmhartigheid. Mogen zij onder uw zorgzame leiding en aangemoedigd door uw voorbeeld meer en meer gaan leven vanuit de blijde boodschap van Christus onze Heer. Gegeven te Rome, Sint-Pieters, op 27 november in het jaar van onze Heer 2019, Paus Franciscus. Dierbare Lode, van oudsher geldt het voorschrift in de kerk dat iemand die tot bisschop wordt gewijd ten overstaan van heel het volk hier in het publiek
ondervraagd wordt naar zijn goede bedoelingen. En gevraagd wordt of hij bereid is zijn ambt trouw te vervullen. Daarom verzoek ik ook u twee de antwoorden op de vragen die ik u zal stellen. En de eerste vraag luidt, zijt gij bereid het ambt dat ons door de apostelen is toevertrouwd en waaraan gij door handoplegging deel zult krijgen straks, met de genade van de Heilige Geest heel uw leven te vervullen? Ja, dat wil ik. Zijt gij bereid het evangelie van onze Heer Jezus getrouw en zonder ophouden te verkondigen in woord en daad? Ja, dat wil ik. Wilt gij ook de rijkdom van het geloof, zoals deze vanaf de apostelen in de kerk is overgeleverd, ook trouw en zuiver bewaren? Ja, dat wil ik. Zijt gij bereid u in te zetten voor de opbouw van de kerk, het lichaam van Christus, in gemeenschap met uw confraters, de andere bisschoppen, en onder leiding van de opvolger van Petrus? Ja, dat wil ik. Zijt gij bereid trouw en gehoorzaam te zijn aan de opvolger van Petrus? Ja, dat wil ik. Zijt gij bereid om samen met uw priesters en diakens en met alle pastoraal verantwoordelijken in uw bisdom een goede vader te zijn voor het volk dat u is toevertrouwd en het altijd voor te gaan in geloof en liefde? Ja, dat wil ik. Zijt gij ook bereid het op te nemen in de naam van onze Heer Jezus voor hen die arm zijn, voor de vreemdelingen en voor allen die in nood zijn? Ja, dat wil ik. Zijt gij bereid als een goede herder ook de verstrooide schapen op te zoeken en ze op te nemen in uw gemeenschap, uw kudde? Ja, dat wil ik. En zijt gij bereid zonder ophouden, zoals u het zoveel jaren al hebt gedaan, tot God te bidden voor de belangen van uw volk en uw taak als eerste van uw priesters onberispelijk te vervullen? Met de hulp van Gods genade, ja. Ik bid dat God, die dit goede werk in u is begonnen, dat hij het ook zal voltooien. Zusters en broeders, degene die nu tot bisschop wordt gewijd, zal zich ter aarde uitstrekken, als een teken van algehele overgave. En wij gaan met zoveel als we hier zijn, voor hem met aandrang tot God bidden. En wij roepen de voorspraak in van allen die ons in geloof zijn voorgegaan. Christus de Heer zelf, de Moeder Gods en alle heiligen. En wij bidden dat hij nu de volheid van de genade mag krijgen, hij die door onze Heer is uitgekozen om zijn bisschop te zijn. Laten we allen met aandrang bidden. Draaien we ons om? Draaien wij ons om of niet? Heilige Michael, bid
voor ons. Heilige engelen God, bid voor ons. Heilige Johannes de Doper, bid voor ons. Heilige Petrus en Paulus, bid voor ons. Heilige Andreas, bid voor ons. Heilige Marcus en Matthäus, bid voor ons. Heilige Lucas en Johannes, bid voor ons. Heilige Maria Magdalena, bid voor ons. Heilige Stefanus van Jeruzalem, bid voor ons. Heilige Polycarpus van Smyrna, bid voor ons. Heilige Laurentius, bid voor ons. Heilige Perpetua en Felicitas, bid voor ons. Heilige Agnes, bid voor ons. Heilige Gregorius, bid voor ons. Heilige Augustinus en Johannes Chrysostomos, bid voor ons. Heilige Antonius, Pacomius en Macarius, bid voor ons. Heilige Basilius, bid voor ons. Heilige Martinus, bid voor ons. Heilige Benedictus, bid voor ons. Heilige Robertus en Albericus, bid voor ons. Heilige Stefanus van Cito, bid voor ons. Heilige Bernardus van Clairvaux, bid voor ons. Zalige Constantijn van Orval, bid voor ons. Heilige Franciscus, bid voor ons. Heilige Dominicus, bid voor ons. Heilige Fra Angelico, bid voor ons. Heilige Lodewijk, bid voor ons. Heilige Macarius van Gent, bid voor ons. Heilige Livinus en Bavo, bid voor ons. Heilige Amandus en heilige Amelberga, bid voor ons. Zalige priester Poppe, bid voor ons. Heilige Martinus van Porres, bid voor ons. Heilige Charbel Machlouf, bid voor ons. Heilige Andreas Kim, bid voor ons. Heilige Theresia van Lisieux, bid voor ons. Heilige Moeder Theresa, bid voor ons. Heilige Damian de Vuster, bid voor ons. Heilige Oscar Romero, bid voor ons. Zalige Maria Gabriela, bid voor ons. Zalige Isidore Bacania van Congo, bid voor ons. Heilige Koptische martelaars in Libië, bid voor ons. Heilige broeders van Tibirin, bid voor ons. Heilige martelaars van Algerije, bid voor ons. Alle heiligen in onze Oosterse en Westerse kerken, bid voor ons. Alle heiligen Gods, bid voor ons. For us, all.
Vader, luister naar onze gebeden. Stort de kracht uit van uw zegen over uw dienaar, die nu de volheid van de genade van het priesterschap ontvangt. Door Christus, onze Heer. O God, Vader van onze Heer Jezus Christus, Gij zijt barmhartig en schenkt ons altijd uw troost. Gij woont in het ontoegankelijk licht en Gij draagt zorg voor alles. Gij leidt uw kerk door uw genadevol woord. Gij hebt Abraham tot het geloof geroepen en over de velen die naar hem geloofd hebben, hebt Gij leiders en priesters aangesteld. Nooit liet Gij uw heiligdom zonder bediening. In uw uitverkorenen hebt Gij uw heerlijkheid willen vinden, alle eeuwen door. Geef thans aan deze dienaar Lode, die Gij gekozen hebt, de kracht die uit u voorkomt, de geest van leiderschap en gezag, die Gij gegeven hebt aan uw geliefde Zoon Jezus, onze Heer. De geest die Gij geschonken heeft aan zijn heilige apostelen. Uit deze kracht hebben zij uw kerk gesticht van plaats tot plaats, als uw heiligdom tot onvergankelijke lof en eer van uw naam. O God, gij kent de mens.
Gij weet wat er in ons omgaat. Gij kent ook uw dienaar Lode, die gij tot uw bisschop hebt uitgekozen. Maak hem in uw dienst tot een goede herder, tot een trouwe hoge priester, die u dag en nacht onberispelijk dient, die voorgaat in het offer van uw kerk en voor haar altijd uw genade afsmeekt. Geef hem door de kracht en in de vreugde van de Heilige Geest de volheid van het priesterschap, om overeenkomstig uw opdracht de zonde te vergeven, naar uw beschikking ambtsdragers aan te stellen en alle boeien en onvrijheden te verbreken met de macht die gij uw apostelen hebt gegeven. Geef, Vader, dat hij u als een welgevallig offer altijd aangenaam zal zijn in goedheid en oprechtheid. Dit vragen we u door uw Zoon Jezus Christus, die u verheerlijkt en die met u en de Heilige Geest leeft in uw kerk, nu en in de eeuwen der eeuwen. De Almachtige God heeft u doen delen in het hoge priesterschap van zijn gezalfde. Mogen hij u geheel vervullen met de geur van deze zalving en door zijn rijke zegen uw werk vruchtbaar maken. Lode, ontvang het evangelieboek. Gij weet het, dat het onze leefregel bevat. Verkondig het altijd en overal. En geef onderricht met groot geduld. Lode, u ontvangt ook de ring. Het is een teken van trouw, want je wordt nu ook verbonden met heel de kerkgemeenschap van dit bisdom. Draag deze ring als teken van uw trouw en bewaar uw gemeenschap in trouw aan het evangelie. En u ontvangt ook de mijter als teken van uw ambt. Ontvang de mijter en laat de glans van heiligheid in u stralen, zodat gij de nooit verwelkende krans van de heerlijkheid ontvangt wanneer onze Heer zal komen.
En u ontvangt ook de staf. Neem die staf ter hand, als teken dat ge herder zijt in Gods kerk. Zie toe op heel uw gemeenschap, op heel de gemeente, waarover de Heilige Geest u heeft aangesteld om Gods kerk te hoeden. Amen. En we gaan nu naar de zetel. Ze allemaal kussen, denk ik, de vredewensgever, ja. Thank you.
Heer, wees ons in uw grote goedheid genadig. Vol eerbied bieden wij u deze heilige gaven aan en vragen. Geef uw kerk het geluk een herder te hebben naar uw hart. Door Christus onze Heer. De Heer zij met u. En met uw geest. Verheft uw hart. Wees zij met ons hart bij de Heer. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Hij is onze dankbaarheid waardig. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal, door Christus onze Heer. Die eenmaal door de dood is heengegaan, het ontzagwekkend wonder heeft volbracht, voor ons wegvoert uit het slavenhuis van dood en zonde, om te zijn uw uitverkoren en geheiligd volk, en koningen en priesters genoemd te worden. Uw grote daden, God, verkondigen wij overal, dat gij ons uit de duisternis geroepen hebt, om nu te leven in uw onvergankelijk licht. Daarom met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij u en zingen u toe met de woorden. Wij bidden u, genadige God, Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u door hem die uw Zoon en onze Heer, dat ge wilt aanvaarden en zegenen deze gaven hier die wij u aanbieden. Dat gij zult heiligen dit brood en deze beker, opdat zij ten goede komen aan heel de kerk die gij geroepen hebt en uitverkoren overal in deze wereld. Regeer uw kerk, Heer onze God. Wees gij onze herder. Breng ons bijeen van heinde en ver en geef ons uw vrede. Dat vragen we u in eenheid met de bisschop van Rome, Paus Franciscus. In eenheid met onze bisschop Lode. Verenigd ook met allen die oprecht en trouw uw woord bewaren. En het geloof belijden van de apostelen overal in deze wereld. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Herinner u de namen, Heer, van allen die u toebehoren, en van alle mensen die hier voor u staan. Gij kent hun geloof. Gij weet dat zij u willen dienen. In naam van hen die u het offer brengen, van hun aanbidding en hun dankbaarheid, in naam van allen smeken wij u. Houd hen in leven, want op u hopen zij.
Bevrijd hun hart en maak hen heilig. Gij eeuwige en waarachtige levende God. Zo bidden wij u met de maagd Maria, die bij u verheerlijkt is. De moeder van Jezus Christus, onze Heer en onze God. Met de heilige Jozef en met uw apostelen en bloedgetuigen, Petrus, Paulus, Andreas en met al uw heiligen. Om hunnentwil en op hun voorspraak vragen wij. Wees onze toevlucht, waar wij ook gaan. Wees onze kracht. Neem deze gaven van ons aan, Heer God, waarin wij onszelf willen geven en toevertrouwen aan u. Wij die door u gekozen zijn om voor te gaan in deze dienst, wij zijn met allen die in u geloven, uw volk, uw eigen bezit. In het bijzonder dragen we dit offer op voor onze broeder Lode, die gij tot de orde van het bisschopsambt hebt uitverkoren. Wij vragen u dat gij in stand houdt wat gij hem hebt gegeven, dat gij waakt over zijn dienstbaarheid. Door uw gaven is hij tot dit ambt geroepen. Laat uw zegen zijn werk vruchtbaar maken. En ontvang uit onze handen, Heer, dit brood en deze wijn. Bekrachtig en voltooi en zegen deze gaven. Dat zij voor ons het lichaam worden en het bloed van Jezus Christus, uw beminde Zoon. Die op de avond voor zijn lijden en dood het brood in zijn handen heeft genomen en zijn ogen opgeslagen heeft naar u, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken heeft, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer, ons leven van dit brood en drinken uit deze beker. Verkondigen wij het tot de zielen, totdat hij komt. Daarom gedenken wij, Heer, het lijden en de dood van Jezus Christus, uw Zoon, dat hij verrezen is, dat hij is opgestegen naar de hemel. Tot uw dienst geroepen, tot uw volk gemaakt, geven wij u
wat gij onszelf in handen hebt gelegd. Dit ongebroken, vlekkeloze lam, dit brood van eeuwig leven en deze beker die onze redding is in eeuwigheid. Keer u niet af, maar wees ons genadig. Zoals gij in genade hebt aanvaard het offer van uw dienaar Abel en dat van Abraham die onze vader is, het heilige offer ook van brood en wijn dat uw priester Melchizedek u heeft gebracht. En zend dan uw engelmachtige God om deze gaven en al onze gebeden op te dragen naar het altaar van uw heerlijkheid. We bidden u dat wij die de gemeenschap vieren van deze tafel en delen in het lichaam van uw zoon en in zijn bloed, van u gezegend zullen zijn, vol van genade. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Herinner u de namen, Heer, van onze broeders en zusters die ons in de dood zijn voorgegaan, getekend met het geloof, dat zij en allen die in Christus zijn ontslapen, in vrede mogen rusten en binnengaan in uw land, verlicht en vertroost. Wij zijn van u met al ons kwaad, op uw barmhartigheid open wij. Neem ons op in de gemeenschap van uw heiligen, van uw apostelen en bloedgetuigen, Johannes, Stefanus, Matthias, Barnabas, en van al die anderen die reeds door u verheerlijk zijn. Ja, Vader, behandel ons niet zoals wij verdienen, maar schenk ons vergeving, opdat wij mogen delen in een geluk door Jezus Christus onze Heer. Want in Hem hebt Gij al wat bestaat, geschapen en gezegend. In Hem ontvangen wij al uw genade, Hij is ons leven. Door Hem en met Hem en in Hem. Amen. Zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader. Amen. In de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt aan onze schuldenaren. En rijd ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde
en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus Christus. Want van u is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u en mijn vrede geef ik u. Let dan niet op onze zwakheid en onze zonde, maar zie naar het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede van de Heer zij altijd met u. En met uw geest. Broeders en zusters, wensen wij elkaar die vrede toe. Nog een keer de vrede. Ja, dankjewel. Ja, ja, ze zal. Ja, ze zal. Was heel leuk. Nog geen praattijd in. Bedankt voor alles ook. Ja. Zalig die genodigd zijn hier aan de maaltijd van de Heer en zie het Lam van God dat wegneemt de zonde van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Lichaam en bloed van de Heer bewaren ons tot eeuwig leven.
Laten we bidden. Heer, Gij hebt ons gesterkt en gevoed met het heilzaam sacrament van uw lichaam en uw bloed. Geef ons het geluk een herder te hebben die uw volk voorgaat in deugd en het hart van allen opent voor de waarheid van uw evangelie. Dat vragen we u door Christus, onze Heer. Thank you.
spreken, hè? Ja, moet spreken. Dankwoordje. No? Wat moet ik doen? Eerst de dankwoord eerst. Ja, ze zal hier staan. Broeders en zusters in Christus, beste vrienden. Sta mij toe op het einde van deze mooie viering mij nog even tot jullie te richten. Eigenlijk zijn de belangrijkste woorden al gezegd, woorden die niet van ons komen. Of woorden vanwege mensen die belangrijker zijn dan mijn eigen persoon. Mevrouw, ik dank u heel hartelijk voor uw aanwezigheid die ons ten zeerste vereert en aanmoedigt. Wil onze dankbaarheid en respect overbrengen aan de hele koninklijke familie. Dank aan Paus Franciscus, die door deze benoeming zijn vertrouwen uitdrukt en zijn waardering voor het monastieke leven. Ik wil natuurlijk mijn broeders van Orval vernoemen en mij nog even tot hen richten als medebroeder en tot voor kort hun abt. Mes frères, vous restez les premiers dans ma pensée. En disant oui à la demande qui m'a été adressée, à votre tour, vous avez accepté d'entrer dans mon acte de foi, parce que l'Église nous l'a demandé. 45 années de formation spirituelle et humaine parmi vous m'ont préparé à ce nouveau service sans qu'on y pensait. Je dis simplement merci. Merci au personnel de notre monastère et à nos amis. Je suis devenu un gourmet d'adoption et fier de l'être. J'élargis ce merci à tout notre ordre et aux amis dont certains sont venus de loin pour nous rejoindre aujourd'hui, de Grèce, des États-Unis, du Salvador et de loin. Sans pouvoir mentionner nommément toutes les personnes concernées, parce que la liste serait trop longue, je salue les frères et sœurs de nos églises sœurs. Vous connaissez mon souci pour l'unité entre nos églises. Ja, ik ben blij te mogen meewerken aan de communio et steeds grotere eenheid tussen onze zusterkerken. Dank ook aan de vertegenwoordigers van de Joodse godsdienst. U bent onze oudere broeders. De aanwezigheid van vertegenwoordigers van de moslimgemeenschappen in ons land en persoonlijke moslimvrienden is ook betekenisvol en doet me veel plezier. Welke godsdienst of levensbeschouwing wij ook aanhangen, ik hoop te kunnen bevorderen dat wij elkaar
met de grootste eerbied benaderen. Dank aan u allen, broeders en zusters, wie u ook bent, voor wat ons zo fundamenteel verbindt, ons mens zijn. In onze gedeelde menselijkheid is onze gedeelde menselijkheid niet de basis en garantie van alle broederlijk samenleven. Ondertussen heb ik al veel personen vernoemd. Toch nog een speciale vermelding voor mijn broeders bisschoppen, met wie ik deze nieuwe verantwoordelijkheid deel. Ik mag Monseigneur Luc van Looy opvolgen, die onze bisdom trouw gediend heeft gedurende 16 jaar. Dank u nogmaals, Monseigneur, in naam van iedereen hier aanwezig en voor de wijze waarop u mijn komst hebt voorbereid. Het is mij ook een bijzondere vreugde de voorganger van Monseigneur van Looy te mogen vernoemen, Monseigneur Arthur Luisterman. Hij heeft geen lange uitleg nodig. Ik ben blij dat u erbij bent, Monseigneur, en aan mijn beide voorgangers zeg ik: ik zal mijn best doen. Merci donc à mes collègues évêques, dont la présence montre combien l'Église ne se limite jamais à une communauté locale, mais dépasse même les frontières des nations et des cultures. Een bijzondere groet aan, ook aan u, die de politieke zorg op u neemt in een bijzondere moeilijke tijd, zowel lokaal als internationaal. Ik dank u voor de manier waarop u mij welkom hebt gegeten. Ik voel me al des te meer thuis in onze provincie en stad en hoop samen met jullie te mogen opkomen tegen armoede en onnodig lijden en mij met jullie in te zetten voor meer rechtvaardigheid en vrede in onze maatschappij. Ik had chronologisch in de eerste plaats mijn eigen familie moeten vernoemen en doe het nu met des te meer emotie. Ik heb in mijn leven immers veel mogen ontvangen, heb steeds op jullie mogen rekenen toen ik in Orval was en ik weet dat jullie mij zult blijven bemoedigen. En hoe zou ik de vele vrienden niet vernoemen die in dienst staan van ons bisdom Gent. Sommigen ken ik van in Orval. Van anderen heb ik de laatste weken hun diep engagement en trouwe medewerking al leren kennen. En daarmee kom ik terug bij jullie allen die hier aanwezig zijn, of in de groenzaal of langs internet. Ook bij zoveel voor wie het onmogelijk is ons hier ter plaatse te vergezellen omwille van gezondheidsredenen of een te lange afstand. Ze zijn ons heel nabij. Wie de kerk als moeder heeft, is nergens vreemdeling. En de wereld is ons dorp. Merci beaucoup à toutes et à tous. Que Dieu nous bénisse. Mogen Gods zegen over ons komen. Dank u wel. Het is voorzien dat ik de zegen maar weer kwijt doe.
geleerde kardinaal vraagt dat ik zelf de zegen zou geven. De Heer zij met u. En met uw geest. De Heer zegene en beware u. Hij heeft mij aangesteld als bisschop over zijn volk. Mogen hij mij gelukkig maken in dit leven en laten delen in de eeuwige, in het eeuwig geluk. Amen. De Heer geve mij dat de gelovigen, priesters en diakens, die hij aan mijn zorgen heeft toevertrouwd, door zijn genade en onder mijn leiding lang en gelukkig zullen leven. Mogen zij zich door Gods geboden laten leiden en door mijn voorgegaan leven in rust en vrede, in voorspoed, zonder tegenslag. En mogen zij eenmaal met mij wonen in het hemelse Jeruzalem. Amen. En de zegen van de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, dalen over u neer en blijven altijd met u. Amen. En gaan wij dan allen heen in vrede. We danken God.